En ja, de professionele cameramensen doen hier een ontzettend goede job vandaag. Dat mag echt wel gezegd. Absoluut waar. En het zijn krachtbatsers. We kijken hier weer terug op de achterkant van de groep. Van het pelotonnetje wat er nog achter zit. Ze blijven gang houden. Het blijft spannend. In de verte zien we de kopgroep. Hier gaat toch iemand van Metek zijn kaart op tafel gooien. Het is nog 10 kilometer. Ja, je moet nu toch echt wat gaan doen. Wil je nog een verschil gaan maken? Ja, terwijl we op de rug kijken weer van Victor Manakov. De man van Team Leopard. Volgens mij rijden ze daarvoor. Want die man kan rap uit de hoek komen. Maar ja, op hetzelfde moment. Hij zit nu op de kant. En een sprinter kan heel snel herstellen. Maar hij kan eigenlijk ook heel snel zijn rapheid kwijtraken. Hè? Ja, dat klopt. En we zien hier dat hij gewoon een rol moet lossen. Zijn ploeg heeft voor hem gereden vandaag. Om het gat dicht te rijden. Het lijkt niet te gaan gebeuren. Waarschijnlijk zijn deze 9 weg en worden ze niet meer teruggepakt. Dat is inderdaad een goeie. We gaan het zien. 9 man die het hier dus gaan uitmaken vandaag. Daar lijkt het steeds meer op. Ze worden niet meer zozeer bedreigd en we hebben nog 9 kilometer te gaan, mensen. Ik hoor de tarantuella al bijna in mijn oren. De finale muziek die we allemaal zo goed kennen. We zijn steeds meer naar het puntje van onze stoel geschoven, Cornelius en ik. En wij zitten ook hier met volledig klamme handjes en op hetzelfde moment kippenvel. Om maar te zien wie gaat die Anomalat Memorial 2015 nou toch winnen. We hebben 9 kandidaten ervoor. Daarachter op inmiddels 25, 30 seconden ongeveer. Nog een flinke groep met achtervolgers. Die kunnen nog makkelijk terugkomen als ze zichzelf weten te organiseren. Dus voorop moeten gereden worden om weg te blijven. Voorop moeten gereden worden om die winst te pakken. Achterop moeten gereden worden om überhaupt nog kans te maken. Er zijn nog 50 renners op 9 kilometer afstand in de running om kampioen te worden in Meekerk dit jaar. Ja, dat is helemaal waar. Het is echt, de spanning is om te snijden. Want het is zo mooi om te zien dat die renners allemaal gang blijven houden. Alleen we zitten echt te wachten op die eerste uitval van de kopgroep. Tot de eerste renner zegt van ja, maar nu ga ik er vandoor. Ik wil die sprint ontlopen. En dat is echt het moment waarop we zitten te wachten. En dat is zo spannend. Ja, de spanning is bij deze mannen nu ook om te snijden. Kijk, ze hebben hun voeding gepakt. Sterker nog, we zagen net Wouter Mol bijvoorbeeld al zijn voeding overboord gooien. Dat is allemaal gedaan. Ze hebben hun benen losgeschud, zagen we bij Jasper Bovenhuis. De kramp is eruit. Of in ieder geval, nu is het zo van een standje dwars door de pijn heen. Dat maakt allemaal niet meer uit. Het gaat nu nog maar om één ding. Ze ruiken het huis. Ze gaan nog 1 keer over de finish. 1 keer onder de rode vod door. En dan is het zover. Dan moeten ze erom sprinten. Of als je nog wat anders in de benen hebt, ja, dan moet je gaan. Het moet nu. Het is niet meer van mogen, het is moeten. Ja, en op het moment natuurlijk dat je in de kopgroep zit, ja, dan wordt het nu toch echt dringend gaan. Want ja, net zoals een Elmar Reinders, hij gaat, als ze gaan sprinten, gaat hij wel kort sprinten. Maar ik verwacht hem hier toch niet als winnaar als de sprint wordt van de 9. We zitten gewoon te wachten op de mannen van Piels. Wanneer gaan ze wat doen? Zo worden ze naar de slagbank geleid met Havik in de groep. Ja, inderdaad. En we hebben het eerder al gezegd. Jasper Bovenhuis die wordt opgeleid tot de ultieme sprint aantrekker. Nou, wat gaat hij vandaag doen? Die gaat vandaag de ultieme sprint aantrekker spelen. Dus die twee van SEG, die zitten eigenlijk in een slotje met elkaar. Ja, je zag ze ook al goed bij elkaar in het wiel zitten. De twee die doen een super koppel zijn ze samen. Terwijl ook de man van 3M, Christophe Sleurs, is ook, die is ook lekker aan het rijden. Die zit eigenlijk heel de tijd al van voren. Die zien we bijna niet in het laatste wiel. Nu even wel. Sorry, ik zeg het niet goed. Dat is Tim van Spijbroek. Die is heel goed bezig ook. Maar wel misschien te actief. Zou hij niet wat meer doseren om dit echt voor elkaar te krijgen? Dat is de vraag. Ja, en hier krijgen we op de Finistraat zien wij de voorste motoren weer aankomen. Het is nog even wachten op die 9 mannen tot ze hier linksaf de straat in gaan draaien. Met op kop zien we daar weer Tim Rodenburg die naar de kop weer afstaat. Elmar Reinders die zo meteen weer over gaat pakken. Arno van der Zwet. Ja, het is toch echt super om te zien. Die jongen die heeft zijn pols gebroken.
Drie, vier weken geleden rijdt hij met een brezende rond en zit gewoon in de finale in de kopgroep. Hoe gaaf! Het gaat helemaal nergens om. Arno van der Zwet, of helemaal nergens over moet ik zeggen. Vijf weken nam hij de tijd om te herstellen van een polsbreuk. Terwijl we hier Koen Vermeldvoort nog samen met Joey Marissen in de achtervolging zien gaan op de negen leiders. Kan het dan nog? Kunnen deze twee hardrijders, deze twee rappe mannen nog een aanval plaatsen die ze helemaal naar voren gaat brengen? Ik geloof er bijna niet meer in, maar zij wel. En zij hebben hier het voor het zeggen. Gaan Aris en Vermeldvoort nog roet in het eten geworden bij de leiders? Het zou zomaar kunnen. Kijk, Vermeldvoort is in supervorm. En ook Aris heeft al een keer het overwinningsgebaar mogen maken dit jaar. Dus het zou zomaar kunnen. Als die twee elkaar vinden en ze gaan vol overgave, ja, dan kunnen ze zomaar terugkomen. Dat klopt inderdaad, want als je één keer wint, dan krijg je honger. Dan weet je de smaak en dan wil je meer van proeven. Want dat is de grootste verslaving binnen het wielrennen. Winnen, winnen, winnen. Dat is alles wat we willen. Voor de start spraken we Han Vanholt. En ik zal hem nogmaals aan hem refereren. Die kende vijf doelen voor de ploeg van Joop Piels. En die doelen waren achterin volgens winnen, 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 winnen en nog eens winnen. Volgens mij waren dat de vijf. En andere doelen waren er eigenlijk niet voor vandaag. Nou, hij zit erbij, Han. Je mannen zitten erbij met Tim Rodenburg en Elmar Reinders. Deze twee mannen van de zo ontzettend productieve Joop Piels ploeg. Die kunnen het bijvoorbeeld af gaan maken. Maar we hebben nog veel meer rappe mannen erbij zitten. Kokwee hebben we nog meer erbij. Ja, Juri Havik is natuurlijk de sprinter van deze kopgroep. Dat is de man waar we naar kijken. Hij rijdt hier precies achterop nu. Hij is echt een hele slimme renner. Hij weet, ik hoef nu niks te doen, want als er iemand gaat demareren, Jasper Bovenhuis, mijn ploegmaat, die gaat het gat wel dichtrijden. Ik kan rustig wachten en nog 6 kilometer en dan even laten zien wie hier de man is in de sprint. En voorlopig gaat er nog niemand demareren, maar we denken terug aan 2012 toen Dylan van Baarle hier met de bloemen naar huis ging, naar Zoetermeer. Dylan van Baarle, we gaan zo meteen rijden linksaf van de dijk af, dan gaan we nog een keer links en in die bocht demareerde Dylan van Baarle. Die trok toen ineens streep door naar de finish en die ging hier de bloemen ophalen en de kussen van de drie zusjes de Bruin. Van hoofdsponsor Brownline. Geweldig om ook zo'n sponsor hier zo betrokken te zien. Deze negen mannen die kunnen dus echt nog wel wat doen. Zometeen krijgen we dat stukje op de kant. En misschien is dat wel het moment om te gaan. Ja, we zien hier bij de achtervolgende groep dat waar natuurlijk vermeld voor de Arische weg zijn gereden. Dat team Piel zegt, ho, 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 die moeten wij even terughalen. Want wij willen niet dat die jongens nog vooruit gaan. Want stel je voor dat ze er naartoe rijden. Dan zijn er in één keer twee supersprinters erbij van voren. Dat kunnen we niet hebben. Dus die hebben een zware verzet weer opgezocht. En die gaan het weer proberen terug te pakken. Ja, want in 6 kilometer tijd kan je 20 seconden echt wel dichten, hoor. Laten we eerlijk zijn. En helemaal de klasbakken als vermeld voor 10e in de Zeeland Seaports Classic bijvoorbeeld. Ja, dan heb je wat in je mast. En dan kan je 200 kilometer met gemak aan. En dan kan je ook nog een eindschot plaatsen zo diep in de wedstrijd. Dat kan. Ja, zeker als je in vorm bent zoals die renners. Voorlopig, ze zijn weg hoor bij deze groep. En ik verwacht wel dat ze vooruit kunnen blijven. De renners van Piels hebben op een gegeven moment zien we dat ze de kop hebben afgegeven. Ze denken nou, vermeld voor het Arische succes. Wij gaan jullie niet terugpakken. Want stel je voor dat deze groep nog terugkomt, moeten wij niet onze laatste krachten hebben vergooid. Ja, inderdaad. Het is op hetzelfde moment sparen en beulen. Jezelf afbeulen, de pijn verbijten. Daar gaat het nu om. Pijn is eigenlijk geen factor meer. Ik denk dat de renners nu een soort oorsuizen hebben. En eigenlijk verder niet zoveel meer voelen. Niet zoveel meer denken. Het gaat nu, het gaat nu puur op instinct eigenlijk. Het is toch wel een soort dierlijk gedrag bijna wat je als wielrenner in zo'n finale gaat vertonen. Het killersinstinct. Terwijl hiervoor, denk ik, van Spijbroeken vandoor gaat of is dat Mol? Nee, dat was Wouter Mol die het ging proberen. Hij is ook licht. Hij is licht weg. En Van Spijbroek, die ik ervoor aanzag, die komt hier aansluiten bij in het laatste wieltje bij Van der Zwet. Die kan geen armbeweging maken om te zeggen neem over, want die zit met zijn pols in een brace. Maar dat was wel eigenlijk wat hij zou willen doen. Terwijl hierachter zetten ze nog steeds die kopgroep op de hielen. En dat is ook de reden waarom Mol nu zo door ging trekken. Die zien hier af en toe mannen de kant in sturen. Het is chaos. Het is desorganisatie, maar het gaat nog wel hard. En ze zijn nog steeds binnen handbereik, die koplopers. Ja, en het blijft super spannend. De renners van voren, ze blijven gas geven. We zien nu dat de demarages gaan komen bij de eerste groep.
Wouter Mol was natuurlijk de eerste die het probeerde. Ja, dan is meestal het hek van de dam en is nu gewoon wachten wie wordt de volgende renner die daar een sprong gaat wagen. We zien ja, en dat is Tim Rodenburg. Tim Rodenburg van Piels. We hebben erop gewacht. We zijn net die Dylan van Balen bocht, laten we maar zo dopen, zijn we door. En Tim Rodenburg gaat het proberen. Wouter Mol die countert en Van Spijbroek die houdt het voorgezien. Ook Van der Zwet lijkt aangeschoten wild. Daarvoor zit Kasteleins. Dan hebben we Bovenhuis. Dan hebben we denk ik Reinders. En Juri Havik zit daar ook nog voor. Die zit ook nog inderdaad heel erg van voren. Derde stekje gaat hij door die bocht heen. Het was Tobin Horton die ook nog voorin zit. En vlak die Britten niet uit. Vlak die Britten niet uit. Vorig jaar werd Thomas Stewart van hetzelfde Madison Genesis team. Die werd hier tweede. Dus die sprinten daar de achtervolgers achter Edwin Wilson. Sprinten die eraf. En die werd hier tweede. Die mannen rijden alleen maar grote wedstrijden. Soms wat veel in Engeland, zien we niet altijd alles van. Maar die rijden 1.2 en 1.1 wedstrijden. Dat soort werk doen ze. En die hebben de inhoud om een wedstrijd zoals deze te winnen. Dus Tobin Horton, vlak hem niet uit. Heb je nog wat kleingeld liggen, bij de bookmakers brengen en op Tobin Horton zetten? Ja, en deze groep, ze zijn weer bij elkaar. Ze zijn met z'n achten. Ja, het is gewoon echt weer even wachten. Joh. Wie gaat het nog proberen? Het is nog maar 3 kilometer. Je hebt niet zoveel kansen meer. In de laatste kilometer kom je niet meer weg. Dan zijn de ploegen veel te goed elkaar aan het helpen. Zoals straks Bovenhuis, Havik zal gaan assisteren in de sprint. En dat zal Rodenburg ook doen voor Reinders. En Havik die zit hier eigenlijk een soort autoritair op kop. Van jongens, wat gaan jullie doen? Gaan jullie nou echt hero met mijn winst weg? Nou, dat denkt Reinders. Ja, zeker gaan wij hier met jouw winst lopen. Elmar Reinders, de leider in de topcompetitie. Op zijn flitsend oranje zelfontworpen fiets. Gaat hij het dan redden? Gaat hij het dan redden? We hebben nog 2 kilometer te gaan. En Elmar Reinders gaat er vandoor. Dit is het moment. Dit is waar we op hebben gewacht. Cycling Team Joop Piels, gaan jullie het maken of niet? Ja, en we zien dat Wouter Mol direct is aangesloten. Ze hebben echt maar enkele meters. Het is bijna niks. En ja, we zien dat ze. Het is ondertussen alweer niks. En dan zien we Tim Rodenburg gaat het ook nog een keer proberen. Ja, je moet nu wel echt direct op het wiel. Terwijl Bovenhuis nu reageert voor het Zeg Cycling Team. En Wouter Mol is onvermoeibaar. Ook Tobin Horton gaat mee. Die is nog scherp, deze Tobin Horton. Want die kiest de momenten uit. Ze gaan nu rechtsaf de parallelweg opdraaien. En dan krijgen ze de rode vod te zien. The red kite is in sight, ladies and gentlemen. And we still have a Brit running for the victory here. Which is Tobin Horton. De rode vod is nu in zicht. En we gaan de laatste 1000 meter in. Wie gaat het worden? We hebben nog steeds meerdere kandidaten. Oh, we krijgen een sprint van een groep van 9. Oh, wat is het spannend. Oh, en wie gaat het hier zo meteen afmaken? Zal het Reinders zijn? Is het Havik? Ja, wij denken dat het Havik zal zijn. Terwijl Van der Zwet op rechts nog gaat tegen het bultje op. Het laatste obstakel voordat we naar beneden de afzinking gaan richting de burgemeester Slotplaan. Met zijn gebroken pols, dames en heren. Hij is aan het herstellen. Rijdt nu Arno van der Zwet op kop. Maar Jasper Bovenhuis, die rijdt het gat weer dicht. Met in zijn wiel. Juri Havik volgens mij, als ik het zo zag. Ook Twan Kasteleins zit nog steeds voorin. Deze aanvallende renner. Het is voor Rodenburg is het nu over. Die laat het allemaal aankomen op zijn ploegmaat Elmar Reinders. Maar ook die zit in vieze papieren. Ook Tobin Horton raakt er ver van achteren. Het gaat nog om een paar mannen. En ik denk op kop dat we Bovenhuis door de bocht zien draaien als sprintaantrekker. Havik komt ook door. We hebben even geen beeld van de finish, maar het is Bovenhuis die Havik naar de sprint leidt. En daar komen ze aan. Het is Juri Havik die hier wint. Of is het Jasper Bovenhuis? Het is Jasper Bovenhuis van Zeg Racing die hier de winst pakt. Wat een verrassing. Hadden wij dat verwacht? Nee, dat hadden wij niet verwacht. Dat Jasper Bovenhuis hier de sprint gaat winnen. Ongelooflijk.